aflevering 75. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, hallo. Fijn dat je weer luistert naar mijn podcast. En ik wil jullie echt bedanken voor alle reacties die ik heb gehad op mijn vorige podcast. Ik heb geloof ik nog nooit zoveel reacties op een podcast gekregen. Dus via alle kanalen. En ik vind het heel belangrijk dat dit onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt. En zeker gezien de reacties die ik heb gekregen, vind ik het eigenlijk nog belangrijker. Want ik wist ook wel dat ik niet de enige was in dit standpunt. Maar in wat ik vind. Maar de reacties die ik gekregen heb, laten dat eigenlijk nog meer zien. En ik zou jullie ook zelf willen uitnodigen om gewoon daar open over te praten en het gesprek met anderen aan te gaan. En die daarin niet afgewezen voelen en vooral ook gelijkgestemde daarin te zoeken en vinden. En dat te doen. Goed, als je denkt, waar heeft het in godsnaam over? Ga mijn andere podcast luisteren over kinderen. Of in ieder geval over geen kinderen, geen kinderwens. Dan weet je dat. Maar daar wilde ik deze podcast helemaal niet over hebben. Want ik zit nu nog in mijn praktijk. En ik heb net het laatste gesprek gehad met de cliënt van vandaag. En dat was zo leuk. Al mijn gesprekken zijn natuurlijk altijd leuk. Maar deze vrouw is net bij me. We hadden ons tweede gesprek. En het eerste gesprek na het starten van de behandeling. En dat vind ik altijd toch wel een beetje, misschien het meest, het spannend is niet het goede woord. Want ik ben niet gespannen of zo daarvoor. Maar ik ben wel altijd heel benieuwd en nieuwsgierig hoe het gaat. En ben ik natuurlijk altijd. Maar vooral wat de kruiden hebben gedaan en mijn aanvullende opdrachtjes, oefeningetjes om dichter bij hunzelf te komen. Maar dat is wel over het algemeen waar het over gaat. En dat vind ik ook het meest belangrijke, dat je gewoon weer in contact komt met jezelf. En het leuke was, afgelopen week heb ik een post op Instagram geplaatst over tips. Want ik krijg heel vaak vragen per e-mail of op andere manieren of ik een tip heb voor een bepaalde klacht. Of een tip heb voor hoe je dichter bij jezelf kan komen. Of een tip heb hoe je je menstruatiecyclus kan bijhouden. Ik noem maar even een dwarsstraat. Maar heel vaak krijg ik dit soort vragen. En mijn wedervraag is vaak, doe je het ook? Want je kan wel aan iedereen tips gaan vragen of e-boeken downloaden of cursussen gaan doen of therapie volgen. Maar de valkuil zit hem erin en eigenlijk het is de sleutel, laat ik het positief benaderen. De sleutel zit het erin dat je ook daadwerkelijk de tips gaat toepassen in je leven. En wat ik heel fijn vind, want ik geef een tip vanuit mijn visie, ook al heb ik natuurlijk een praktijk en ik heb natuurlijk daar allemaal kennis over, dus dat neem ik er een stukje in mee. Maar ook wat ik fijn vind om te doen, dat hoeft niet iets te zijn wat bij iemand anders aanhaakt. En het gaat er juist om, tenminste dat vind ik heel belangrijk, dat je je eigen waarheid gaat ontdekken en je eigen eigenheid eraan gaat geven. En dat creëer je niet door alleen maar tips en kennis te vergaren, maar dat creëer je juist door het te implementeren in je leven. Door het te gaan doen. En ergens maar gewoon te beginnen en kijken waar het schip strandt. Of dat schip überhaupt gaat stranden, of dat je gaandeweg denkt, oh ja, maar ik vind een andere koers toch iets fijner. Dat is helemaal oké, want je hoeft het niet van tevoren helemaal perfect uitgedacht te hebben. En dat is denk ik vaak waar de valkuil in zit, is dat we te perfectionistisch zijn. En
van alles gaan bedenken in ons hoofd hoe dingen gedaan moeten worden. En dan het laten schieten in de uitvoering. Omdat het dan al zoveel energie heeft gekost om het te gaan bedenken hoe het te doen. En dat het al zo immens groot is geworden in ons hoofd. Hoe het eruit zou moeten zien. Dat je zo'n beetje je hele leven omver zou moeten gooien en moeten veranderen. En weet ik veel wat. Dat we het niet doen. En het leuke aan mijn gesprek net was dat deze vrouw... Ik zal niet in details treden over haar klachten. Dat vind ik allemaal veel te persoonlijk. Ik heb ook overigens een beroepsgeheim. Dus daarom deel ik ook nooit dit soort dingen. Maar wat zij dus heeft gedaan, is al mijn adviezen geïmplementeerd in haar leven. En ik geef ook vaak een advies als een dankbaarheidsoefening. En heel veel krijg ik terug. Ja, dat heb ik al gedaan en dat werkt niet. Dan zeg ik vaak terug, maar dan heb je het niet goed gedaan. Of in ieder geval, dan voel je het niet. Deze vrouw zei, ja, deze oefening heb ik niet gedaan. Want ik heb al een briefje met thankful op mijn spiegel hangen. En elke avond als ik mijn tanden poets, dan bedenk ik me een aantal dingen waar ik heel dankbaar ben voor de dag. En dat is precies waar het over gaat. Want het gaat er niet over, want in mijn oefening is het van dat je het in een boekje opschrijft. Maar daar gaat het helemaal niet om, over dat precies in het boekje op te schrijven hoe ik het wil. Het gaat maar erom dat je iets doet wat bij jou past. En in dit geval is dit, het in de spiegel tijdens het tandenpoetsen, is een ritueel voor haar. En dat werkt. En ik zie, ik geef ook in haar geval heb ik een advies gegeven voor voetenbadjes, om goed te aarden. Ze krijgt natuurlijk kruiden, dus deze oefeningen zijn echt ondersteunend. En de kruiden doen hun werk en voedingsadviezen. En ze gaat er vol enthousiasme aan de slag. Zij was overigens ook op de poll die als een van de weinigen ja had gezegd van ja, ik volg de tips, want ik had twee opties. Sorry, ik ga een beetje hakken op de tak misschien. In die poll op Instagram had ik twee opties. Van implementeer je het ook in je leven? Van nee. Of ja. En nee, ik had een bepaalde tekst. Ik weet het even niet meer. Aangehangen. Het overgrote deel, meer dan 75%, had op nee gedaan. Die vergaart het alleen en doet er voor de rest niks mee. En een kleine 25% doet het dus wel. En of misschien was het zelfs wel 80, 20. Nou, ik weet niet eens. Het was echt een. Ik vond het een heel groot aantal wat het uiteindelijk niet doet. En ik zie echt altijd significant verschil bij mijn cliënten die ermee aan de slag gaan. En die er niet mee aan de slag gaan. Want daar zit echt je kan jezelf helen. Het lichaam heeft een zelfgenezend vermogen. Mijn kruiden brengen je op weg. Die geven je een zetje in de goede richting. Die zorgen dat het allemaal makkelijk kan en makkelijk gaat. Alleen het is aan jou of je er ook wat mee doet. En als je er niks mee doet, zal het ook veel minder effect hebben dan dat je er wel wat mee doet. En het gaat me er nogmaals niet om dat je precies moet doen wat ik zeg. Het gaat me erom dat je jouw waarheid gaat vinden en jouw waarheid gaat leven. En dat in jouw leven gaat integreren, zodat het voor jou werkbaar is. En wat voor mij werkbaar is, hoeft lang niet voor iedereen te werken. Het is alleen wel een hele mooie opstap om ergens te komen. En dat van mij of voor iemand anders, dat maakt helemaal niet uit. En daarom zijn tips op zich heel fijn, want dan kan je zelf gaan ontdekken als je het gaat doen in je leven van hey, werkt dit eigenlijk voor mij? En dan heb je gewoon twee antwoorden, ja of nee. En als het niet werkt, nou, dan ga je kijken of je iets kan veranderen, zodat het wel voor jou werkt. Of je kiest iets heel anders. En als het wel werkt, nou, dan heb je weer iets heel fijns gevonden om dichter bij jezelf te komen. Of om het doel te bereiken wat je graag wilde bereiken. Dus daarin... Dat wil ik eigenlijk. Ik was zo blij naar ons gesprek. En ik dacht, dit wil ik gewoon even de wereld in slingeren. Niks is goed of fout natuurlijk. Alles is oké. En ook al als je dingen niet oppakt, zegt dat ook natuurlijk heel veel. Dat zegt ook gewoon dat het misschien niet het goede moment is. Dat het toch niet bij je past. Dat er nog bepaalde weerstand zit om te kunnen veranderen, dat er nog iets voor zit waardoor je niet in beweging komt. Dus dat is dan ook altijd
goed om naar te kijken. En dat doe ik natuurlijk ook in mijn praktijk. Want ik heb natuurlijk ook wel mensen waarbij het wat minder goed gaat. Of die even vastzitten. Of zeker nu met corona, dat er bepaalde dingen ineens gebeuren. Waardoor de dingen even in het leven niet meer goed lopen. En als dan niet de tips implementeren of bijvoorbeeld niet de kruiden innemen, dan gaan we altijd kijken, oké, maar waarom niet? Wat is er dan wat je belemmert en waarin ben je eigenlijk een beetje jezelf aan het saboteren? En dat zijn gewoon hele mooie processen. En, ik denk ineens, waarom wil ik het eigenlijk allemaal delen? Nou, ik denk gewoon hierom. Het wordt een korte podcast. Het is ook 5:00, dus ik ga lekker naar huis. En morgen nog een werkdagje. En dan is mijn werkweek weer voorbij. Dan lekker weekend. En ja, ik ga me ook gewoon lekker afsluiten. Ik ben een beetje leeg. Ik ben een beetje suf geluld. En als je nog vragen hebt, dan kan je die mij natuurlijk altijd mailen. Of ik zal even de link naar mijn website erbij zetten. Of die staat er eigenlijk altijd wel bij. Dan kun je ook daar even op kijken. Mocht je wat meer informatie willen hebben. Ik wens je een hele fijne avond in mijn geval. Of dag als je dit op een ander moment luistert. En tot snel. Aho.